Dit is dus een oefening voor aardrijkskunde waarbij we naar de soorten estuaria kijken. En dan zijn die gebaseerd op de geomorfologie. Nou, we zien hier dus bij, dit is een fjord. En daar zien we een glaciaal overblijfsel. Een morene die is voortgestuurd ooit door een gletsjer. Later is het opgevuld met water. En dit heet dus een fjorddrempel. Plaatje C is een tektonisch estuarium, zodat we als we dat kennen bij San Francisco. We zien hier een longshore current bij plaatje B. Dit is de delta, daar kom ik zo op. De rivier delta is eigenlijk een type estuarium. Een fjord, plaatje D. Plaatje B is een schoorwal of een lido. Dat zie je hier, dat kennen we onder andere bij Venetië, in Litouw en Polen zie je dat ook. Hier is de bodem ingedaald door de tektonische beweging. Nou, je kan deze oefening zelf spelen. Kijk dan in de beschrijving van deze video.